Meisjes, welkom bij de Dart Podcast van Nederland achter de hockey. En daar is hij weer, de grote WK-voorbeschouwing. Zonder de namen die je gewend bent. Geen Pim Hubens, geen Erik Middelkoop. Die zijn alle twee met vakantie. Nou ja, ik denk wel de beste vervanger momenteel binnen darts actueel. Iemand met een kritisch oog op het darten. Lars Paulus. Hallo, dankjewel. Dankjewel, Mike. En niet alleen Lars is erbij, maar eigenlijk de man van de pijlen onder de bank, van de vier-viertjes. Een van de toch de leukere darters in het circuit. Arjen Konteman. Dankjewel, Mike. En om met Arjen te beginnen. Jij hebt je ook geprobeerd te plaatsen voor het WK. Maar waar is dat misgelopen? Bij de laatste 16 is het misgelopen. Vierde ronde voor mij was... Geert de Vos was toch iets te sterk. En ik was iets te slecht. Nou ja, iets. Genoeg. En komt dat omdat je ritme miste? Omdat er weinig gespeeld wordt? Nee, dat helemaal niet. Op zich, de laatste tijd is het ritme best wel weer redelijk goed. En de eerste paar potten waren ook gewoon goed. Maar ik moest van baan wisselen en op een of andere manier viel het niet meer. Eventueel met het bord te maken, waar we het vaker over horen? Nee, het bord op zich niet, maar gewoon de lengte, denk ik. Het gevoel, misschien iets visueels. Dus zoiets, denk ik. Ja, goed, voordat we het over WK hebben, nog even kort over jou. Gaan we je weer op Q-School zien? Je gaat mij zeker op Q-School zien. En zien we je daarna als toolkarthouder? Daar gaan we voor. Dat is wel de doelstelling. En dan zien we je volgend jaar natuurlijk op PDC-WK. Dat is de volgende doelstelling. Dat is het volgende doel. Nou goed, of je wel of geen toolkarthouder. We zijn in ieder geval heel blij dat je erbij bent. Een van de vaste gasten bij Darts actueel. Ja, en laten we maar beginnen met het WK. Want ja, Lars, wie zijn er eigenlijk niet bij? Nou, wie zijn er niet bij? De grote namen zoals John Henderson, die je normaal altijd op een WK ziet. Darren Webster. En natuurlijk niet te vergeten, de man die sinds deze week eigenlijk geen profdarter meer is. Jelle Klaassen. Heeft sinds het begin dat er een tourkaartsysteem er was. In 2011 heeft hij ten alle jaren een tourkaart gehad. En de laatste 2 jaar minder gepresteerd. En vorig jaar was hij natuurlijk al niet bij op het WK. Maar nu heeft hij de laatste kans heeft hij laten schieten. En nu wordt het ook Q-School voor hem, dus dat zijn een beetje die grote afwezigen. De andere grote afwezige is Jeffrey de Zwaan. En waar ik dan heel snel aan denk, we hebben in het verleden hebben we ook al een Benji-team gehad. Is Jeffrey weer de kind van de rekening, Arjen? Ja, hij was op een gegeven moment was hij heel erg sterk, vond ik. En ik weet niet wat er gebeurd is, maar de laatste tijd volgens mij wint hij amper aan een wedstrijd op de Pro Tour. Ja, dus, precies. Ergens is er, ik weet niet of het te maken heeft met zijn blessure van wat hij al eerder heeft gehad. Hij heeft volgens mij een schouderoperatie gehad. Maar het leek aardig goed te gaan, maar hij is helemaal de weg kwijt volgens mij. Nou, wat jij zegt klopt ook wel. Ze spelen wel eens op stream. Die wedstrijd heb ik geanalyseerd met nog een paar jongens. En wat er eigenlijk uitblijkt is op het moment dat hij naar de 20 gaat. De eerste twee pijlen goed zitten en die andere pijlen de 1 of in de 5 schiet. En dat zie je eigenlijk door het hele spel terugkomen. Pijlen die zomaar in de 7 schieten. En zeker met zijn stijl is er best wel wat kracht achter. Dan heb ik het idee dat hij niet helemaal kan sturen met die darts wat hij wil. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Lars? Ja, absoluut. Maar het is al eigenlijk, loopt al anderhalf jaar te sukkelen. Vorig jaar was het al niet al te best. Op het WK ook eerste ronde gaan zitten. En sindsdien is het eigenlijk niet beter geworden. Hij heeft ook laatst in een interview gezegd dat het inderdaad dat het blijvend is, zijn blessure. En dat hij daarmee moet leren spelen. Maar het is nog te wisselvallig. Bijvoorbeeld ook op het laatste kwalificatietoernooi afgelopen week gehouden. Scoort hij in principe in de eerste paar rondes een paar keer boven de 100 gemiddeld. Maar dan zie je mijn wedstrijd daarna weer helemaal wegzakken. Dat is eigenlijk bij Jeffrey. Dit is heel wisselvallig. Te weinig ponden binnengehaald om op het WK te komen. Zonde. Een van de grootste talenten in potentie van Nederland. Van Nederlandse darten. Ja goed, we hebben nog veel andere Nederlanders op het WK. De eerste gaat op de donderdagmiddag spelen. Maar als we meteen naar het speelschema gaan. We gaan het speelschema af op dag. En dus niet op het bracket. We gaan het bracket er wel bij pakken. Ja, dan beginnen we met de eerste wedstrijd. De kraker in de eerste ronde. Richie Erdhaus versus Liao Wen. Ja Arjen, brand maar los. Nee, ik moet zeggen, die Wen die ken ik niet echt heel erg goed. Dus ik denk dat Richie Erdhaus die wedstrijd gaat winnen. En Erdhaus weet ik dat hij een poosje met dateritis te maken heeft gehad. Toen was het niveau ook niet heel erg goed. Maar volgens mij de laatste tijd staat hij echt goed te gooien. Dus ik verwacht dat hij die wedstrijd wel gaat winnen.
Eens, dat denk ik ook. De winnaar gaat natuurlijk spelen tegen de wereldkampioen op de eerste avond. Tegen Price. En ja, Edwards heeft gewoon veel meer ervaring dan die Chinees. Dus dat wordt een eentje, ja. Ja, wedstrijd daarna, Ricky Evans tegen Nitin Kumar. Kumar weer na een jaar afwezigheid weer terug. Ja, wat moeten we eigenlijk van zo'n Kumar verwachten? Ja, altijd al als groot talent in India gezien, maar eigenlijk het nooit echt helemaal waar kunnen maken. Nou, ik ben benieuwd wat hij kan. Ik bedoel, ik volg me al een tijdje op Twitter. Hij is op zich wel een interessante speler. Ook iemand die er veel voor wil laten. Hij heeft nu de laatste twee jaar terug speelde hij volgens mij tegen Dolan in de eerste ronde van het WK. Dat zag er op zich... Hij kan wel tussen 85 en 90 zit hij meestal. En als hij dat kan evenaren, ik bedoel, Evans heeft ook niet het beste jaar gedraaid. Kan het in potentie een leuke pot worden, maar ik denk, ja, laten we wel wezen. Evans is natuurlijk de grote favoriet, veel meer ervaring dan Kumar. Maar ik ben wel benieuwd wat hij kan. Ik bedoel, 2 jaar niet gezien. En, ja, laat maar zien. Ja, ronde daarna zal Evans of Kumar eventueel tegen Gurney komen. Ja, ook een speler die me te pakken lijkt. Niet in grootste vorm. Play Championship Finals was op zich wel goed. Ja, de rest van het jaar eigenlijk ook niet echt gezien. Nee, dat klopt. Van Gurney de laatste paar Pro Tours toch wel weer aardig spelen. Ook een paar potjes tegen Van Gerwen. Waar Van Gerwen met 107 gemiddeld toch ging zitten. Dus in principe, het zit er wel gewoon in. En dan is misschien het WK wel weer de omslag voor hem. Nou, dan kom je eigenlijk al op de openingsavond bij ja, de pot in de eerste ronde. Als we alles naast elkaar leggen. Tuurlijk speelt Sherrock nog tegen Beaton. Maar als we echt ja, de kraker Adrian Lewis tegen Matt Campbell. Op het moment van opnemen is de finale week van Modus nog niet gespeeld. Maar we weten dat Campbell daar grote kans in maakt. En hij maakt indruk in de live league. Wat moeten we van zo'n jongen verwachten? Jij bent hem vaak tegengekomen dit jaar, Arjen. Ja, ik vind het een hele rustige jongen met een hele mooie stijl. Dus ik vond hem op de World Cup heeft hij volgens mij al een keer tegen België gespeeld. Waar hij van Dimitri won. Of hij verloor hem net. Maar in ieder geval, daar was hij al heel dichtbij. En ik vind hem echt, hij heeft best wel wat ervaring denk ik. In Canada speelt hij. Mm-hmm. Klopt dat? Ja, klopt. Daar heb je de CDC Tour is dat. Juist. Ja. En daar spelen ze toch best wel veel wedstrijden. Dus ik denk dat hij ook wel wat ervaring heeft. Maar toch denk ik dat Lewis, ja, die zou deze wedstrijd wel moeten kunnen winnen. Hij is 2 keer wereldkampioen. Dan moet hij op het WK moet hij die wedstrijd afmaken. En gaat Lewis hem tijdens de wedstrijd aanraken of zal hij hem met rust laten, Lars? Na de wedstrijd gaat hij hem aanraken, maar nee, dat moeten we niet te moeilijk doen. Lewis is, ik vond hem het Players Championship heel goed, vooral de eerste wedstrijd tegen Huijbrechts. Liet hij echt weer bij vlagen zien waarom hij 2 keer wereldkampioen is. En Matt Campbell kan goed spelen, maar we hebben hem dit jaar ook op de Grand Slam gezien, waar hij toch wat tegenviel. Want ik vond hem de laatste jaren op een WK echt soms best, waar hij gewoon sterke gemiddeldes van 95 plus haalde. Het kan een mooie wedstrijd worden, maar ook hier is Lewis natuurlijk wel die grote favoriet. Ja, en dan daarna krijgt Lewis natuurlijk Gary Anderson. Als we ervan uitgaan dat Lewis een pak, ja, dan krijgen we een herhaling van een WK-finale die ze ook tegen elkaar gespeeld hebben meerdere keren. Ja, maar die wedstrijd denk ik wel dat Anderson is sowieso de laatste maanden vind ik wel veel gebrander dan de rest van het jaar. Dat zie je echt bij hem, het WK begint er weer aan te komen en dan krijgt Anderson weer zin in het darten. De rest van het jaar denk je dat hij depressief is en dat hij stopt binnen 2 maanden. Maar ik bedoel, de Players Championship Finals, oké, hij verliest nog wel van Gerwen. Maar de topvorm zit eraan te komen bij Gary. Dus hou hem in de gaten dit WK. Ja, dan heb je later op die avond nog Garen Price. Die gaat spelen tegen Reggie Athouse waarschijnlijk. Hè. De laatste jaren de Chinezen gezien op het WK was niet heel erg vooruitstrevend. Dat moet een makkie zijn voor Price, lijkt mij. Ik denk wel dat Price die wedstrijd gaat winnen, ja. Hij is ook aan zijn stand verplicht in principe als wereldkampioen. Maar ik denk dat Price beter is als Eto's en dat hij die wedstrijd vrij makkelijk gaat winnen. Ik denk dat het een makkelijke walk over zal zijn. Dan gaan we naar de donderdagmiddag en daar komt eigenlijk de eerste Nederlander in actie. Na een potje tussen Lennon en Rasma. Speciaal onder ons, je denkt, gaan we eigenlijk het BDO-potje bij uitstek krijgen. Scott Mitchell die gaat opnemen tegen Chris Landman. En we hebben in het voorgesprek al een beetje over Chris Landman gehad. Ja, Arjen, brand maar los. Chris Landman, hoe ver gaat hij komen? Ja, ik denk echt dat Chris Landman die wedstrijd gewoon kan winnen.
En Schot is misschien wel een langzame speler. Maar ik denk dat Chris daar niet echt heel veel last van heeft. Ik denk dat, dat Chris aan het bot wel snel is. Maar dat hij voor de rest zeg maar, de rust wel kan bewaren. En mocht hij die wedstrijd winnen, dan krijgt hij daarna volgens mij Ian White. Dus ik denk dat Landman best wel kans heeft om een paar rondjes te winnen. Ik zie wat Landman treft. Hij kreeg daarna Ian White. En het, ja, het ziet er heel kansrijk uit voor Landman. Maar wel iemand, ja, weinig PDC-ervaring was. Zou dat nog mee gaan spelen? Ik denk met zijn stijl niet zo eigenlijk. Want het is natuurlijk een mega snelle speler. Ik denk een van de snelste dit WK zelfs met Keen Berry. Dus ik denk dat, wat Ryan zegt inderdaad, ik denk dat hij er weinig last van zal hebben. Dat het er niet zoveel uitmaakt tegen wie hij speelt. Sowieso met zijn speelstijl. Ik bedoel, het is eigenlijk allemaal in één beweging. Supersnel. Het kan natuurlijk wel dat hij last krijgt, want Mitchell is wel heel traag. Met name het traag lopen naar het bord toe. En het traag de pijlen eruit halen. En dat soort dingen. Maar ik ben in ieder geval heel benieuwd naar hem. Zeker. Ja, ik denk dat Landman is ook een hele goede koppelspeler. Dus ik denk dat hij wel de rust heeft en de tijd neemt om zijn eigen spel te spelen. Dus hij moet gewoon wachten tot Schot weg is. En dan zijn eigen spel gaan spelen. Ja, na dat potje van Mitchell tegen Landman kreeg je ja, degene die je tegen Van Gerwen op mag gaan nemen. Barstow of John Norman Jr. Ja, John Norman Jr. Ja, ik ben niet echt heel fan van hem. Ik weet niet wat jij van hem vindt. Onze oude druk te maken, Lars. Ik denk dat John Norman Jr. die pot wel gaat winnen. Ik bedoel, ik heb een tijdje gevolgd op de CDC Tour ook. En hij gooit toch regelmatig echt 95 plus gemiddeld is. En ook eigenlijk met best strak spel. Zijn pijlen staan goed in het bord. Ik bedoel, hij is wat excentriek in het juichen van finishes of van hoge scores. Zacht gezegd. Maar ik denk dat hij in potentie wel een betere speler is dan Chaz Barstow. En ook wat meer ervaring heeft op het grote podium. Hij heeft natuurlijk al de World Cup gespeeld een keer met John Parr. Daar kunnen mensen hem van kennen. Op het eind van die sessie gaat Gurdy het toch opnemen tegen Evers of Kumar. Dan die avondsessie. Gaan we de Development Tour champion van Europa zien. Fabian Schmutzele. Erg benieuwd wat die jongen kan. 16 jaar. Maakt enorm veel indruk op de Development Tour. Benieuwd wat die jongen op het podium kan. Heb je daar nog verwachtingen van, Lars? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik bedoel, het kan alle kanten op een beetje met zo'n jongen, denk ik. Ik bedoel, hij heeft het eerste weekend van de Development Tour zelfs overgeslagen. Hij is het tweede weekend pas gekomen. Volgens mij de drie finales gehaald en zomaar als eerste op die ranking geëindigd. Dus het kan eigenlijk alle kanten op met zo'n jongen. Hij kan bevangen raken door de druk. En zeker omdat Mikkel ook nog wel jong, maar wel veel meer ervaring heeft dan hem natuurlijk. En een hele trage speler is. Ik denk een van de traagste van het circuit nu, sinds dat Pijpberg is. Maar het kan alle kanten op. Goed, dan gaan we naar het trainingsmaatje van Arjen. Ron Meulenkamp, die gaat het opnemen tegen Lisa Esten. Is Ron een beetje bestand om tegen Esten te spelen, Arjen? Ik denk dat Ron wel een hele coole kikker is. En Ron is sowieso een hele goede finisher. En ik denk dat dat het verschil gaat maken in een wedstrijd tegen Esten. Ik vind Esten kan heel goed scoren, maar ik denk dat op de finishes dat Ron hem daarop gaat pakken. Meulenkamp zal een ronde later, al mocht hij weer net opnemen tegen Michael Smith. Ja, wat moeten we daarvan verwachten, Lars? Tegen Michael Smith? Niet veel, denk ik, voor Ron Meulenkamp, als ik eerlijk mag zijn. Ik denk Michael Smith, ik heb wel even gekeken naar Michael Smith op een WK de laatste jaren. Hij is twee keer in de eerste ronde gaan zitten. Vorig jaar nog tegen Jason Lowe, het jaar daarvoor tegen Woodhouse. Als dat in zijn kop kan komen, dan kan hij het nog wel eens moeilijk krijgen, Smith. Maar normaal gesproken mag Meulenkamp, ook gezien zijn recente vorm, de Players Championship Finals, had natuurlijk wat last van de kou op het podium. Maar ik zie Michael Smith dat wel winnen. Vrij gemakkelijk eigenlijk. Maar ja, ik denk misschien wat anders over. Ron is een hele trage speler in principe. Voor Michael Smith zeker. Die kan daar slecht tegen. Ik zal dat nog invloed kunnen hebben, Arjen. Dat denk ik zeker. Ik denk dat Ron wel echt een matchplayer is. En bij Michael Smith moet het gewoon vanzelf gaan. Dus als Ron een beetje die wedstrijd het tempo kan bepalen, dan kan dat best nog wel een verrassende uitslag worden. Ja, dat gaan we zien later. Die avond speelt Gary Anderson nog tegen of Lewis of Campbell, zoals zojuist besproken. Dan gaan we naar de vrijdagmiddag toe. Dan krijg je eerst Keen Berry nog tegen Roy Nolan, die we eindelijk weer terugzien op een WK. Maar daarna hebben we een mooie pot. Jermaine Wattimena, die gaat spelen tegen Boris Koltsov. Ja, Jermaine is gigantisch afgevallen. Wat moeite met zijn evenwicht, dat is ook duidelijk te zien in zijn spel.
zal het op tijd goed komen, Lars? Ik ben benieuwd, ja. Ik heb toevallig het weekend heeft hij nog een toernooitje gegooid, een lokaal toernooitje. En speelde hij op zich best goed weer, wat ik begreep. Het is een beetje afwachten wat voor Koltsov er eigenlijk op het podium komt. Ik bedoel, Koltsov heeft op het podium eigenlijk nog nooit echt laten zien dat hij echt een goede speler is. Vooral op het WK. Hij heeft volgens mij nog nooit een rondje gewonnen. Misschien een voorronde partij een keer, maar nooit echt ver doorgebroken. Hij heeft wel een leuke stijl. Speler met veel potentie. Maar wat hij meedoet is wel het favoriet voor mij. Ja, Arie, wat kunnen we verwachten van Jimé na zo'n jaar? Heel wisselvallig jaar. Ik heb het idee dat Jermaine de laatste tijd wel weer de goede weg is ingeslagen. Ik begreep ook dat hij weer iets was aangekomen voor zijn evenwicht. Ja. En ik heb hem 2 of 3 weken geleden ook op een lokaal toernooitje gezien. En daar was hij echt wel weer goed hoor. Daar won hij ook van Ron onder andere. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat Jermaine deze wedstrijd moet winnen. Goed, daarna zal Jermaine spelen tegen waarschijnlijk Dirk van Dijvenbode als hij wint. Zie ik dan niet helemaal aankomen. Ik denk dat Dirk dan toch wel de overhand heeft. Dirk speelde heel goed afgelopen weekend op de Player Championship Finals. Won helaas niet van Mikkel. Maar er zit wel veel in voor Dirk. Blessure is over. Fit en fris. Dirk lijkt sowieso wel in top voor mij de laatste tijd. Ook op de laatste Pro Tour speelde hij erg goed. Had alleen een beetje pech dat hij met de resultaten soms. Maar zijn gemiddelde is wel vooral echt bijna standaard boven de 100. En ook op het Player Championship Finals heeft dan natuurlijk weer de pech dat hij Mikkel krijgt, die 108 tegen hem gooit. En de volgende ronde 84, dat zal je altijd zien. Maar Dirk lijkt echt weer terug in top voor mij. Hij heeft alleen even het vertrouwen nodig om te winnen. En ik denk als hij in zijn toernooi kan groeien, dat hij best gevaarlijk kan worden nog, om echt ver te komen. Goed, dan gaan we naar die vrijdagavond. Dan zien we Good Old Paulin weer terug op het podium. En we krijgen een interessant partijtje, Ross Smith tegen Jeff Smith. En de winnaar daarvan speelt tegen Steven Bunting. En die lijkt mij te pakken in de volgende ronde. Nou, ik vind Bunting vind ik op het WK. Volgens mij haalde hij vorig jaar ook een halve finale op het WK. Mm-hmm. Ik vind hem toch wel goed spelen. Was het volgens mij op de Grand Slam dat hij speelde tegen Anderson. En eigenlijk daar had moeten winnen. Dus ik vind dat Bunting, ja, die moet eigenlijk wel van Ross of Jeff Smith kunnen winnen. En dan denk ik eigenlijk nog dat Ross Smith gaat winnen van die twee. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Toch de Engelsman die van het weekend ook op de Players Championship Finals wel redelijke vorm liet zien. Bij Jeff Smith weet je dat altijd nooit. Of zijn bedrijf weer is afgebrand of niet. Maar nee, dat zal nu wel goed lopen. Maar ik ben vooral benieuwd naar Paul Lim inderdaad. Hoe hij het weer gaat doen op het podium. 67 jaar inmiddels. Ja, hij heeft op zich wel een loting. Als je dan toch iemand moet nemen, doe dan maar Joe Murnen, lijkt me. Die lijkt me wel te pakken. Die kan nog wel eens bezwijken onder de druk, denk ik. Of niet, Arjan? Ja, dat denk ik ook wel. Het is echt een beetje een speler die, zeg maar, 2 jaar zijn tourcard heeft en dan weer kwijt is. En dan haalt hij hem op Q-School wel weer terug. Mm-hmm. Maar hij is toch niet goed genoeg om steady in de top 64 te blijven. Dus ik denk dat Paul Lim die wedstrijd echt wel kan winnen. Ja, ben ik met je eens. Dat denk ik ook. Ik ben vooral benieuwd naar de Aziaten, wat ze dit jaar kunnen eigenlijk. Nu heb je Roy de Lam en Paul Lim, wel ervaren jongens. 2 nieuwe Japanners natuurlijk, waar we het zo nog even over gaan hebben. Maar wat denk jij ervan, van het Aziatische dachten, Arjan? Ja, ik ben daar niet zo van op de hoogte eigenlijk. Maar ik zie wel eens gemiddeldes voorbij komen. En dan denk ik, ja, die jongens die kunnen dat zeker. Maar op het WK-podium is het dan toch altijd weer anders. We zien af en toe wel eens een Chinees over de accu heen struikelen. Dus die mensen die vinden het allemaal toch wel heel erg indrukwekkend. Mm-hmm. En dan moet je maar je beste spel laten zien. En waarschijnlijk heb je ook een tegenstander die heel goed is. Dus voor die mensen is het, ja, ik denk lastig. Mike, wat denk jij erover? Ja, ik volg het Aziatische dachten wel vaak. Vooral Azië-toeren. Nee, die zijn de afgelopen 2 jaar niet doorgegaan. We hebben nu een paar qualifiers gehad. Ja, wat je in het Aziatische er wel heel vaak ziet, zijn dezelfde namen. Je ziet Ilegan vaker, Roy Lam, Paul Lim. Het zijn altijd vaak dezelfde namen die terugkeren. Mm-hmm. Helaas zien we Saigo Asada, hebben we de afgelopen 2 jaar weinig van gehoord. Speelt ja, echt zwaar en zwaar ondermaat. Mm-hmm. Dus het zijn altijd een beetje de vaste namen. Maar er schijnen ook nieuwe talenten te komen. Zoals die Yuki Yamada hebben we vorig jaar gezien. Die komt er dit jaar weer bij. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik denk dat Aziatische dart er wel in de list in. Maar sowieso, die toeren geeft de winnaar daarvan een tourkaart en een plek ergens in Europa of in Engeland. Zodat we ze ook op de tour kunnen zien.
ja, dat is denk ik nog een stap te ver verlopen voor de PDC. Ja, dat denk ik ook. Ik weet toevallig dat het Lam is wel een keer naar Q's gegaan. Hij heeft zelfs ook een tourkaart gewonnen. Maar die is die 2 jaar bijna niet komen opdagen. We hebben natuurlijk wel nu momenteel Kaifan Leung op de tour. Uit Hongkong. Nou ja, die heeft zijn tourkaart verloren. Ik weet ook niet zeker of hij naar Q-School zal gaan. Want ik weet wel dat hij nog in Hongkong woont. Dat hij de hele tijd op en neer moet. Maar ja, inderdaad. Ik weet, Asada is een paar keer dichtbij een tourkaart geweest op Q-School. Ik ben benieuwd naar ze. Ik hoop eigenlijk wel dat er eentje echt een paar rondes kan winnen. Zodat het daar ook natuurlijk groter wordt. Want ja, de markt is natuurlijk super groot daar. Verder hebben we in de middagsessie ook helaas nog William Bol. En die speelt tegen Bradley Wilkes. En eind van die sessie hebben we nog Peter Wright. Die gaat spelen tegen of Mikkel of Schmutzeleur. Dan die dagen na de favoriet van Lars in de middagsessie. Jamie Hughes die het op gaat nemen tegen Raymond Smith. Jamie Hughes helaas niet op de Player Championship Finals. Maar wat mogen we op het WK van hem verwachten, Lars? Ja, wat mogen we van hem verwachten? Hij heeft natuurlijk corona gehad. Ik bedoel, als hij het voorbeeld van Durant volgt, dan mogen we weinig meer van hem verwachten, denk ik. Maar dat denk ik niet. Nee, Jamie Hughes is in principe een goede speler. Zijn pijlen zien er altijd strak uit. Het is alleen, ja, er gebeurt niets bij hem. Weinig, ja, langzaam, weinig emotie. Beetje saai om naar te kijken. Hij speelt toevallig dan tegen de vader van Key Smith. Dus een van de mooiere verhalen van dit WK. Raymond Smith en Key Smith uit Australië. Vader en zoon. Raymond is de vader. Heeft ook al een paar keer het WK gespeeld. Op zich ervaren man, kan wel darten, maar geen hoogvlieger of zo, denk ik. Dan hebben we daarna nog Callum Reese tegen Yuki Yamada, die we voor het tweede jaar gezien. Darius Labanaus gaat dan maar spelen tegen Charles Losper. Als je dat soort namen ziet staan, Arjen, denk je dan dat ik eigenlijk ook wel kunnen staan? Nou ja, de doelstelling is natuurlijk om het WK te halen, maar het is niet makkelijk om er te komen. Je moet er sowieso een qualifier voor winnen. Kijk, Landman won dan in Nederland de qualifier. En op voorhand, ik had niet verwacht dat Christy qualifier zou winnen. Mm-hmm. Ik ging er zelf vanuit dat ik hem misschien ook wel niet zou winnen, maar je gaat erheen om te winnen. Dus je hebt daar 96 man lopen en ik denk dat er nou een stuk of 30, 32, die kunnen die qualifier winnen als je een goede dag hebt. Dus ja, deze mensen die hebben allemaal op het moment dat het moest, hebben ze een goede dag gehad. En daarom staan ze hier. Is het dan terecht? Of zie je liever een tour, zeg maar, die wordt opgemaakt voor een kwalificatieplek voor het WK? Nou ja, ik vind het een aparte qualifier. Tuurlijk, ik snap zoals de PDC, die wil ook Aziatische spelers de kans geven. En die hebben moeite ermee om naar Engeland of naar Duitsland af te reizen. Om daar een complete tour af te gaan. Dus ja, zo'n qualifier, dat snap ik wel. Maar ik zou het wel mooi vinden als op de Challenge Tour bijvoorbeeld, zeg maar, de eerste 4 naar het WK mogen. Ja, dat ben ik wel met jou eens, want zo'n Losper wint dan de Zuid-Afrika qualifier. Ik hoop dat hij met zijn reis niet het nieuwste variant meeneemt. Maar ik weet niet helemaal of hij zo'n Zuid-Afrikaanse qualifier, die Braziliaanse qualifier. Het is allemaal heel erg leuk, maar je laat toch een hoop goede spelers thuis. En wat Arjen zegt, ik denk dat je op dat moment beter de top 4 van de Challenge Tour kan nemen dan dat je het iets verder buitenland gaat zoeken. Kijk, de Aziaten kunnen nog redelijk darten. Maar met alle respect, Diego Portela en Curtis Losper. Ja, ze mogen van mij verrassen. Maar ik weet niet of het helemaal het niveau van het WK is. Op het WK wil je de beste darters zien. Ja, maar het gaat ook om het geld, hè, Mike. En ik bedoel, de uitzendrechten in die landen, die worden daar ook verkocht. En je moet toch ergens beginnen om darten echt global te maken. Dus daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind ook dat een WK echt een WK hoort te zijn waarbij alle continenten vertegenwoordigd moeten zijn. En uiteindelijk kan dat bijvoorbeeld in Nederland is het ook ergens begonnen met één speler. En dat hoop je in die landen natuurlijk ook te bereiken. Dat hoopt de PDC natuurlijk ook met die Asia Tour die nu al 2 jaar niet in zorg gaat met corona. Maar ik denk dat zo'n tours in ieder continent, ik bedoel Canada en Amerika, heb je die CDC Tour waar ze ook met een tourkaart systeem werken. Ik denk toch dat je naar zoiets moet toegaan om het darten echt nog veel groter te maken. Want de markt is er. Ja, één voordeel, misschien kunnen we daar een leuke World Series, heel nuttig toernooi aan koppelen. Precies. Kunnen we lekker met 8 goede spelers daar de locals afmaken. Dan gaan we naar de zondagavondsessie. En daar komt hier in actie, de drievoudige wereldkampioen uit Nederland, Michael van Gerwen. Ja, wat mogen we eigenlijk van Gerwen verwachten? Ja, ik,
Van Gerwen speelt echt best goed bij Vlagen. Maar er is altijd iemand die hem af net op dat moment beter is, of waar hij dan net wat minder is. En hij zal dit WK toch echt moeten zorgen dat hij het hele WK goed is. En ik hoop natuurlijk dat als Van Gerwen in de finale tegen Pruis speelt, want dat zijn potjes, dat vliegt het vuurwerk er vanaf. Dus ik hoop wel dat hij heel ver gaat komen. Ja, wat Arjen ook opnoemt, hebben we dit jaar ook gezien. Op de Eurotour hebben ze een pot tegen elkaar gespeeld. Die was om vingers en duimen en vingers bij af te likken. Ja, lastig, dat gaan we verwachten van Gerwen. Traint wat meer. Altijd inside information van Vincent van der Voort is wat meer aan trainen. Mm-hmm. Maar ja, is dat een beetje wat we moeten verwachten? Ja, hij heeft toch op zich recent ook veel tikkies gehad. Ik bedoel, hij heeft van Cross verloren tijdens het EK. Hij heeft de Grand Slam van Michael Smith verloren. Hij heeft van Peter White verloren. Inderdaad, wat je zegt, die partij tegen Price was natuurlijk geweldig op het EK. Maar hij moet die wedstrijd dat hij niet gooit, dat hij niet wint, gooit hij meestal op het podium dan de laatste tijd ook niet goed. Ik bedoel, tegen Michael Smith mist hij gewoon veel te veel dubbels. Tegen Peter White moet hij in het begin van de wedstrijd eigenlijk 7-3 voorstaan. En hij moet echt die killer mentaliteit hebben, want op een gegeven moment zie je hem dat hij gewoon drie pijlen op een dubbel mist. En dat kan hij zich niet veroorloven dit WK. Dus ik hoop wel, hij heeft zeker de potentie om zelfs het hele toernooi te winnen natuurlijk, dat weet ook iedereen. Maar dan moet het wel, het dubbeltje moet een keer goed vallen. En ik bedoel, nu valt het wel, we spreken al wel over anderhalf jaar dat het dubbeltje niet goed valt. Dus ja, hij is natuurlijk ook al zijn titels kwijt momenteel. Hij heeft de Nordic Darts Masters nog als grote titel, maar verder heeft hij inderdaad al zijn major titels zijn weg. Dus hij is ook zeker niet de topfavoriet van het WK. Ik bedoel, daar kunnen we duidelijk over zijn. Dat zijn gewoon Price en Wright. En wellicht als outsider dan Clayton met Van Gerwen. Maar ja, ik ben heel benieuwd naar hem. Ik bedoel, hij zal de eerste ronde, die overleeft hij meestal wel. Maar op een gegeven moment komt hij toch, hij kan Chisnall al vroeg treffen. Die kan duel natuurlijk, aangezien vorig jaar die met 5-0 geveegd is. Chisnall niet een topvorm, maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Verder die avond zien we Adam Hunt tegen Boris Krietsmaar. En dat zal dan eventueel de tegenstander worden van Vincent van der Voort. En die Krietsmaar, daar heb jij toch een voorliefde voor, Lars? Krietsmaar is een verschrikkelijk goede speler als het valt. Ik bedoel, het laatste kwalificatietoernooi heeft hij 121 gemiddeld gespeeld in een potje. En als het goed valt, het is ook een grootheid in het soft tip. Hij is ook echt volledig prof. Ik bedoel, hij soft tipt en hij... met soft darts. En nu, ik ben benieuwd wat hij kan op het WK. Ik bedoel, tegen Adam Hunt en Vincent van der Voort. Ik bedoel, er zijn ergere lotings voor hem. Nu, ik weet wel dat Vincent van der Voort altijd wel redelijk goed is, zeker in het begin van het WK. Als hij wat verder komt, krijgt hij meestal wat meer problemen met zijn rug en dergelijke. Maar ja, hij is een interessante speler, zeker. Nou, van der Voort komen we zo nog verder op die avond. Zien we Ted Evans tegen Jim Williams, die we volgend jaar ook terug op de Tour gaan zien. En de eerste van de Rodriguez brothers, Robbie John, die gaat spelen tegen Nick Kenny. Dan gaan we naar de zondagmiddag en daar zien we Mike Kuivenhoven, die toch in Amsterdam wel indruk maakt op het podium, Arjen. Jazeker. Mike behield zijn tourcard aan het begin van het jaar volgens mij door iemand die zijn tourcard inleverde. Kyle Anderson, ja. Kyle Anderson, die is niet meer onder ons, helaas. Maar ik vind hem dit jaar echt, volgens mij heeft hij echt een stap gemaakt. En hij staat nu ook dik in de top 64. Mm-hmm. Dus ik zie best veel kansen voor Mike op dit WK. Ja, dat denk ik ook wel. Zeker als we naar de loting kijken, krijgt natuurlijk eerst Kyle Smith en dan krijgt hij James Wade. Nou, James Wade is natuurlijk altijd nooit in grootste vorm op een WK. Nee, maar die mag je ook nooit onderschatten, James Wade. Ik bedoel, het kan een... Ik denk dat niemand echt graag speelt tegen James Wade. Het kan eigenlijk een killer zijn als hij agressief speelt. En op een WK is hij natuurlijk altijd wel gemotiveerd, maar het valt niet ieder jaar. Maar ik denk dat Wade wel de grote favoriet is voor die pot als hij er komt. Verder die middag zal Alan Suter het op gaan nemen tegen Diego Portela. Net in het volpraatje hadden we het er al een beetje over. Komen natuurlijk zo op de tweede ronde wedstrijden uit. Daarna gaat Alan Suter het opnemen tegen... We gaan ervan uit dat hij natuurlijk wint. Gaat hij het opnemen tegen... En ik ga wel vanuit. Suurfiets. Ja, daar gaan we wel vanuit. Dan gaat hij anders opnemen tegen Suurfiets. Gaat Portela weer huilen. Daar heb ik niet zo heel veel trek in. Nee, emotionele man Portela. Misschien zien we voor het laatste keer dit WK of de volgende keer een andere Braziliaan zien. Zijn broertje of zo. Maar in ieder geval, die gaat het dan opnemen tegen Mensen Suurfiets. En die heeft rugproblemen. Ja, ik denk dat hij dan wel te pakken is, Arjen. Ja, dat denk ik ook wel.
Want Mensor heeft natuurlijk ook nog een tikje gehad op de Grand Slam van Fallon. Sherrock. En ik weet niet hoe die erin staat, Siljevic. Hij oogt niet supersterk. En ik vind die Alan Suter toch wel een hele goede speler. Dus ik denk dat die Siljevic het pootje gaat lichten. Ja, dat denk ik eigenlijk. Hij heeft vooral een hele leuke broek, Alan Suter. Waar, een beetje zo'n Peter Wright broek heeft hij aan. Een Schotse broek. Ja, Schotse ik heb het kilt. Gezien, ja. Ja. Erg leuk. Niet een idee dat Gary Anderson daarvoor er ook in gaat spelen? Nou, wie weet. Goed, dan gaan we verder naar de avondsessie. En dan zien we andere Nederlander, Martijn Kleermaker. Die gaat het opnemen tegen John Michael. Zal John Michael buiten zijn dansje nog iets verder gaan doen op het podium? Nee. Kleermaker natuurlijk vorig jaar geveld door COVID. Zal het nog meespelen, Arjen, dit jaar? Ja, dat weet ik niet. Daar heb ik hem niet over gesproken. Ik spreek Martijn nog wel eens. Maar hij is de laatste tijd best wel in vorm, volgens mij. Tenminste, als ik hem hoor en zie. Dus ik denk dat Kleermaker deze wedstrijd gewoon moet winnen. Dat denk ik ook, ja. Zeker gezien. Ik bedoel, hij op de Players' Championship Finals natuurlijk al wat pech. Mist hij volgens mij 8, 9 dubbels voor de wedstrijd. Maar in potentie moet Kleermaker zeker kunnen winnen van John Michael. En dan wacht Simon Whitlock, die ook niet in grootste vorm is. Dus ik denk wel een redelijke loting voor Kleermaker. Daar ben ik met je eens. Verder die avond de Duitse kraker. Nou ben ik groot Duits darts fan. Florian Hempel tegen Martin Schindler. Zal Hempel gaan verrassen, Lars? Ja, die kans zit er wel in. Want ik vind Schindler vaak, als het echt spannend wordt, dat hij zich wel eens wil bezwijken. En Hempel lijkt me eigenlijk een jongen, wat ik tot nu toe van heb gezien, heeft, op de Eurotours heeft hij het vrij goed gedaan. Op het EK heeft hij zelfs van Peter Wright gewonnen dit jaar. Hij heeft nog een keer een halve finale op een Players Championship toernooi gehaald. Lijkt me wel een man die echt niks te verliezen heeft. En die ook gewoon het helemaal niet uitmaakt tegen wie die speelt. Al is het een Duitse. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat hij wel kan verrassen eigenlijk, Hempel, dit WK. Om een paar rondjes te winnen. Ja, en dan de pot erna. De pot waar Sky Sports helemaal gek van wordt. Steve Beaton tegen Fallon Sherrock. En we hadden het net er ook al een beetje over, Arjen. Wij zien Beaton eigenlijk nog wel winnen. Ja, ik vind Beaton is echt een steady speler. En ik denk niet dat Beaton zich gek laat maken. En voor Sherrock, ik denk dat zij nu misschien wel een beetje het idee heeft dat ze moet presteren. Want iedereen verwacht heel veel van haar. Dus het is nog net de vraag hoe zij daarmee omgaat. Mm-hmm. Dus ik denk dat Beaton die wedstrijd best nog wel eens kan gaan winnen. Ik denk nu ook dat iedereen inderdaad verwacht dat Sherrock die wedstrijd zomaar wel even wint. Ik bedoel, Beaton niet is aan het afzakken op de wereldranglijst. Inderdaad, niet in grootste vorm meer, niet de oude Beaton meer. En Sherrock heeft natuurlijk recent veel gepresteerd, goed gepresteerd. Maar ik denk dat iedereen ook verwacht dat zij wint. Dat daardoor misschien de druk volledig bij Sherrock ligt en niet bij Beaton eigenlijk. Dat denk ik ook. Dan gaan we naar verder die middag, avond zelfs. We hebben maandag geen middagsessie. Verder die avond hebben we nog Johnny Clayton die gaat spelen tegen Keith Barry of Royden Lamb. En dan ja, maandagavond, dan gaan we Rusty Tsekodikas zien tegen Ben Rob. Maar, moeten we bij zeggen, Ben Rob heeft wat reisproblemen bij vernomen. Dus het is maar de vraag of hij opkomt dagen, Lars. Ja, inderdaad, ik had het begrepen. Ben Rob, ja, die moet natuurlijk van Australië hierin komen. En met het visum was het, ja, hij heeft zelfs een video gepost waarom hij vraagt om hulp. Dus ik ben benieuwd inderdaad. De eerste reserve voor het WK is in ieder geval Mike de Dekker. Ja, het wordt spannend inderdaad voor die spelers. Ook voor die Charles Losper, wat je zegt, met Zuid-Afrika. Als dat inreis, niet met die variant die daar is natuurlijk. Als dat verbod er komt, dan kan het wel eens zijn dat een paar spelers moeite hebben met reizen. Daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Maar als het zo zou zijn, dan zou Mike de Dekker inderdaad, de Belg, die zijn tourcard verloren heeft, die zou hem dan terug kunnen winnen in potentie. Maar laten we daar niet van uitgaan. Ik bedoel, Ben Rob staat nu op het WK. En die gaat spelen tegen een jonge, leuke speler, Rusty Jake Rodriguez. Heeft nu al wat podiumervaring opgedaan de laatste maanden. Niet echt overtuigend. Maar ik zie een potentie in hem wel. Echt een goede speler. Die denk ik wel beter is dan zijn broer, Robbie John. Ja, dan de derde wedstrijd van de avond. Laatste is de ronde wedstrijd. Ook een Sky Sports lieveling. Ja, Raymond van Barneveld die gaat spelen tegen druktemaker Launus Ilegan. Ja, we kunnen allemaal die wedstrijd van Vincent nog wel herinneren 2 jaar terug, Arjen. Met die druktemaker. Ja, dat klopt. En zijn opgestroopte moutje.
Ja, het is echt een driftkikkertje aan het bord. En ik denk dat Raymond zich daar wel goed op voor gaat bereiden. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Maar het is niet een hele. Ik denk dat het een makkelijke loting had kunnen zijn voor hem. Ik denk niet dat dit de makkelijkste loting voor hem is. Nee, dat denk ik ook niet. Maar hij moet natuurlijk een zesvoudig wereldkampioen na het WK moet natuurlijk Iligan wel kunnen pakken. Ja, dat kan ook nog. Zesvoudig wereldkampioen. Nee, hij is zeker geen top favoriet voor het WK, maar ik denk dat vooral Rob Cross met angst en beven naar de loting heeft gekeken, hoor. Ik bedoel, 2 jaar terug verloor hij natuurlijk van Huijbrechts. Vorig jaar kunnen we nog allemaal wel die wedstrijd herinneren tegen Dirk van Duivenbode. En dan krijg je nu Raymond van Barneveld op de loting. Ik denk dat Cross wel een beetje pech heeft met de loting, of niet? Ja, wat in detail is natuurlijk, is dat Cross nog nooit van Barneveld op tv heeft verloren. Dat is wel iets wat hij mee kan nemen. Hij heeft voor het eerst dit jaar verloren van Barneveld op de Pro Tour. Mm-hmm. Vraag niet hoe, dat was bij Raymond weer met horten en stoten, maar het lukte uiteindelijk wel. Maar als we verder de loting in gaan vullen en je zet Raymond wat verder, dan is het allemaal relatief makkelijk, want Gurney kan hij bijvoorbeeld hebben. De eerstvolgende andere stap wordt Anderson of Lewis. En als je dan nog verder gaat kijken, dan komt hij Van Gerwen tegen. En Raymond Kennedy wint hij dan 4-3, 4-3, 4-3. En dan is hij slot leeg. Ja, bij Raymond gaat het nooit makkelijk met zo'n dingen, denk ik. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik hoop, ja, van Iligan denk ik wel dat hij gaat winnen. En daarna van Cross, dat wordt echt een 50-50 duel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat wordt echt... Ja, kort format natuurlijk, de beste 5 sets, dus je kan niet al te slecht beginnen. Je kan niet meteen achter de feiten aanlopen, dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ja, wat is jouw visie eigenlijk erop, Arjen? Je hebt hem dit jaar gezien op Q-School. Had je zo'n jaar verwacht, met een titeltje erbij, 3 tv-toernooien. Hij telde de UK Open niet helemaal, maar dan vloog hij er meteen uit. Nou, ik vind hem eigenlijk op het podium ook best wel een positieve uitstraling hebben, wat hij in het verleden wel eens... helemaal de andere kant op sloeg. En hij is ook, hij lijkt heel ontspannen. Dat viel mij op de Grand Slam op. Hij leek echt heel ontspannen. Ik denk dat dat wel heel goed is voor hem. En ik denk niet dat Cross inderdaad blij is dat hij Raymond krijgt. Nee, dat denk ik ook. Dan hebben we verder op de dinsdagmiddag nog de laatste 3 eerste rondewedstrijden. Met bijvoorbeeld nog een Daniel Larsson en een Mervyn King. En dan gaan we beginnen aan de tweede rondewedstrijden. En dan krijg je bijvoorbeeld... Ja, we pakken hem er even bij. Devin Petersen. Totaal niet in vorm dit jaar. Wel nog steeds geplaatst. Maar het is meer een gelukje dat hij nog in de top 32 staat dan dat het wijsheid is. Lars? Ja, hij mag geluk hebben van zijn vorige jaar eigenlijk. Vorig jaar heeft hij echt een periode gehad dat hij echt goed stond te gooien. Toen ook echt ruim boven de 100 gemiddeld zat. Maar ja, dus dit jaar eigenlijk het hele jaar helemaal weg. Ik heb ook geen idee hoe dat kan. Hij heeft volgens mij wel last gehad van zijn polsblessure wat weer is wat teruggekomen. Maar het is, hij staat vaak onder de 90 gemiddeld te gooien. Terwijl hij vorig jaar nog 100 plus gemiddeld is gooien. Ik weet niet ja, hoe dat kan, Arjan. Hoe jij daarover denkt. Over zo'n speler, zo grillig eigenlijk. Ja, ik begreep dat hij vorig jaar met Wayne Marvel is gaan samenwerken. Ja. En dat leek echt heel goed uit te pakken. Hij won op de Pro Tour van Gerwen op een gegeven moment. En na een half jaar of zo is net of dat effect weg is. Het is niet meer zoals dat halve jaar, zeg maar. Dus ja, als die Hughes, en die is echt een beetje in goede doen, dan heeft Petersen daar een hele zware kluif aan, denk ik. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, ik ben zeer benieuwd naar Petersen. Ik bedoel wel altijd een publiekstrekker. Ik bedoel met zijn opkomst altijd, met zijn dansje, wakka wakka. Dat zeker. Dus ik hoop dat hij zijn vorm terug gaat vinden. Maar het is wel een leuke speler om naar te kijken. Absoluut. Over iemand die ook zijn vorm moet terugvinden is Glenn Durrant. En dan is eigenlijk de vraag die in mijn hoofd opgaat, gaat Durrant zijn tourkaart inleveren, ja of nee? Ja, dat weet ik niet. Ik heb nog steeds het idee dat hij ook denkt dat het wel goed gaat komen. Maar het duurt nu wel heel erg lang. En als hij op de Pro Tour al na 1 dag of na 2 dagen zegt van... ik stop ermee halverwege de eerste partij. Ja, dat is natuurlijk niet echt heel positief. Dus ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe hij op het WK gaat spelen. Ja, heel benieuwd. Ja,
het negatieve overheerst een beetje met Durant. En het laat aan het buitenwereld altijd positief, het komt allemaal goed. Maar het begint nu wel echt serieus een probleem te worden, Lars. Ja, zeker. Ik bedoel, als hij dit WK weer onder de 80 gemiddeld speelt. Ik weet niet zeker of hij zijn tourcard gaat inleveren. Want ik bedoel, hij heeft wel zijn werk volgens mij ook opgezegd zelfs. Voordat hij, toen hij met de Premier League zo goed stond te presteren. En hij heeft natuurlijk nog wel, hij heeft natuurlijk wel recht, dat hij zal langzaam uit de top 32 gaan zoals het nu staat. Maar dan heeft hij natuurlijk wel nog een tourkaart. Maar ja, ik denk dat het WK wel beslissend kan gaan zijn over zijn toekomst in het darten. Als hij weer een dramatisch WK gaat, gaat hij voor de hele wereld af. Ik weet niet of hij dat echt goed in plaats kan geven. Ja, als we dan nog even naar Nederlanders gaan kijken, is er een Nederlander die we nog niet behandeld hebben. Dat is natuurlijk Danny Noppert. Ja, Danny. Wat boven ervan verwacht, Arjen? Nou, wat ik de laatste paar keer op het podium van hem heb gezien, ja, dan maakt hij wel indruk. Hij neemt nu zijn spel van de vloer mee naar het podium en dan is hij echt een hele gevaarlijke speler. Ik vond hem op de Pro Tour, hij wint meestal altijd zijn bord, dus dan wint hij sowieso twee rondes. Maar ook altijd met 100 gemiddeld, 102, 103 gemiddeld. En dat, ja. Dat doet hij nou op het podium ook. En dan ben je voor iedereen bij een plaag, denk ik. En die eerste ronde voor hem, ja, die moet hij echt winnen. Absoluut. En hij begint ook een beetje karakter te krijgen op het podium, vind ik zeker. Ik bedoel, hij zegt tegen Van Gerwen, durft hij wat te zeggen? Ik bedoel, het zal misschien niet zo bedoeld zijn of zo gemeend zijn, maar ik denk dat hij een jaar terug dat niet kon eigenlijk. Zo. Hij wordt wat minder bescheiden en hij wordt wat meer een killer. Ja, hij laat niet meer over zich heen lopen. Exact. Dus ik denk, en Danny, inderdaad wat je zegt, op de vloer is hij altijd heel, heel constant. Wint meestal inderdaad zijn bord. En hij laat het spel ook op het podium zitten dit jaar meerdere malen. Ik denk dat Danny echt ver kan komen dit WK. En ik gun het hem ook. Ik ook, absoluut. Goed, dan hebben we een beetje alle Nederlanders besproken, zowat. We kunnen natuurlijk niet alles bespreken. Maar wees niet getreurd, we gaan waarschijnlijk halverwege het WK nog terugkomen met nog een podcast. En dan gaan we alles bespreken wat er tot dan toe gebeurd is. Tot die tijd wil ik één finale van jullie alle twee. Arjen, wat wordt de finale? Prijs van Gerwen. Lars? Prijs tegen Wright. Dan gaan we dat zien. Dan wil ik jullie bedanken voor het luisteren naar de Achter de Hockey podcast. Tijdens het WK zullen we nog eenmaal terugkomen. En dan gaan we alles analyseren. Bedankt voor het luisteren. En dit was de Achter de Hockey podcast.